Ja, hier. Ja, ja. Hé, hey, we zijn Nederlander. Ja. Ja. Beste mensen, vandaag in deze video ga ik je uitleggen hoe mijn vriendin en ik inspelen op de toekomst en er gebruik van maken. We hebben namelijk Xi Jinping schaakmat gezet. Maar we gaan eerst even hebben over Bitcoin en Tesla aandelen. Nee, ik begin even met een metafoor. Dat is een mooie metafoor, moet je horen. Daar zat ik over na te denken. Soms voel je je misschien wel eens een beetje als een pion op een schaakbord. En pion kent vrij weinig. Hè? Wij als burgers, jij en ik, wij zitten in dat machtige spel, zitten we opgesloten. Maar je kent geen kant op. Je kent hooguit één stapje naar voren. En soms mag je iemand slaan, naar links of naar rechts. En that's it. De torens, hè, die hebben al veel meer beweegruimte. Dat is een beetje de Nederlandse regering. Ja, die gaat soms een beetje naar voren, maar soms keihard naar achter ook. Dan heb je nog de paarden. Hè, dat is een beetje Europa. Die doen soms 3 stappen naar voren, 1 naar rechts. Soms zelfs 1 naar achter en 3 naar links. Hè, Europa in het nauw maakt rare sprongen. Dan heb je natuurlijk nog de koning. En de koning is eigenlijk een van de belangrijkste spelers op het bord. Dat zijn de wereldmacht, even om het metaforisch technisch te gebruiken. Die hebben het echt voor het zeggen, maar dat is niet waar. Want zelfs de koning, die kan ook maar 1 lompe stap doen. Hè? Eentje opzij, eentje naar rechts, eentje naar links of eentje naar voren, naar achter. That's it. De koning is eigenlijk vrij miserig. Wie het echt voor het zeggen heeft op het schaakbord, net als in mijn huis trouwens, is de vrouw. De koningin. Moeder de vrouw heeft het voor het zeggen. En als je kijkt naar de wereld, dan wie heeft het echt voor het zeggen in de wereld? Zijn dat de overheden? Nee man. Dat zijn de banken. En wat hebben de banken afgelopen jaar gedaan? Geld printen. Oh, wat hebben ze veel geld geprint? Zoveel geld dat laatst iemand tegen mij zei van Pus, ik heb een gouden tip voor je waar ik in ga investeren. Ik zeg, hoe? Wat dan? Hij zegt, nou, ik ga investeren in papier. Ik zeg, papier? Hoezo papier? We doen alles digitaal. Hij zegt, ja, maar de banken printen zoveel geld, die hebben papier nodig om geld te printen. Ik zei, ja, mooi ben jij, want dan ga ik geld investeren in 123inkt.nl. Er is zoveel geld geprint, man. Dat is echt insane, holy shit. En daar kan je alles van vinden, hè. Maar ik als simpele pion, ik kan er ook wat van vinden. Maar heb toch geen invloed. Ja? Ik kan het beleid ook niet aanpassen. Ik kan alleen maar gaan roeptoeteren, maar niemand die luistert. Dus, ik denk dat de truc is om te analyseren wat er op het schaakbord gebeurt. En daar gebruik van te maken. En dat heb ik per ongeluk afgelopen jaar gedaan. Ik ga mezelf niet de hemel in prijzen, want ik kan niet zo ver denken op het schaakbord. 1 stapje vind ik al moeilijk. Maar als ik nu naar achter kijk en analyseer welke stappen ik heb gedaan, heb ik heel goed gebruik gemaakt van het systeem van wat de koninginnen onderling aan het doen zijn. Het grote gevecht. En ik sta daar een beetje tussen. Want waarom? Ik zal het je uitleggen, even praktisch. Is dat ik heb in juni 2020 heb ik Tesla aandelen gekocht. Weet je nog? En dat is verviervoudigd. Ik heb 400% rendement ongeveer. Iets meer, iets minder, whatever. Oftewel, als jij in juni 1 euro in Tesla had gestoken, dan had je vandaag 4 euro. Nou, ik heb iets meer dan 1 euro erin gestoken, maar dat is dus verviervoudigd. Kan je zeggen, Peus, dat heb je goed gedaan, man. Dat is zo aan de ene kant, maar aan de andere kant ook helemaal niet. Want het enige wat ik heb gedaan, is Netflix gekeken het hele jaar. Ik heb niks gedaan. Ik heb gebruik gemaakt van het schaakbord wat er gespeeld wordt. En ik sta toevallig op een beetje relatief gezien gunstige positie op het schaakbord. Misschien ben jij een ondernemer en sta je aan de andere kant van het schaakbord en ben je ook een pion, net als ik, en word jij totaal afgeslacht. Maar ik kan je niet helpen. Ik kan alleen maar een heel klein beetje vooruit en zien wat er gebeurt. Maar ik kan niet naar je toe. Ik zou graag willen, maar ik kan er niks van maken. Snap je? Dus iedereen staat op een andere plek op het schaakbord en iedereen, ja, het klinkt heel zielig eigenlijk, moet er het beste van maken. En ik heb gebruik gemaakt van het systeem wat er gespeeld is, oftewel geld is geprint. Waarom? Je kan je afvragen, waarvoor is Tesla zo hard gestegen? Nou, dan kunnen we heel erg gaan discussiëren dat Elon Musk zo'n mooi haar heeft, of dat hij, weet ik veel, of dat hij een jointje rookt, of dat die auto's zo mooi zijn of niet, of dat batterijen de toekomst zijn of niet. De enige reden waarvoor ik denk dat het gegroeid is, is omdat 1, wat ik net zei, de koninginnen, de oppermachten van het spel, hebben zoveel geld geprint. Nou jongens, we weten niet meer wat van gekkigheid wat we ermee moeten doen. Sommige mensen vallen om, de ondernemers, maar er zijn ook heel veel. Er is nog nooit zoveel spaargeld geweest in Nederland. En wat ga je doen als je geen rente meer krijgt op de bank? Ga je gekke dingen doen, man. Ga bitcoins kopen opeens. Je gaat opeens Tesla-aandelen kopen. Nou, dan gaat skyrocketen, weet je dat. En daar kan je als pion gebruik van maken. En dat heb ik gedaan. Even nog een kleine update en dan gaan we even naar mijn vriendin, want daar gaat deze video echt over. Dit heeft echt te maken met mijn relatie en Xi Jinping. Dit is goed nieuws, jongens. Ik heb wel als pion
ben ik nu ook aan het kijken als simpele pion van hoe staat het schaakbord er nu aan toe? Hè? Blijft dat printen eeuwig doorgaan? Ik denk dat het nog een tijdje doorgaat, maar ik denk ook, ik denk dat er twee dingen zijn. Of stoppen met geld printen wanneer de reële economie weer van start gaat. Weet je, en dan gaan we weer geld spenderen en dan zal je zien dat die aandelenmarkt ook weer gaat afkoelen of misschien zelfs gaat instorten. Of het loopt zo uit de hand met geld printen dat er ook een enorme backfire komt en het alle helemaal misgaat. Ik weet niet. Ik zie alleen als pion dat ik aardig winst heb en dat ik een beetje iets veiliger met mijn game om moet gaan. Dus wat heb ik gedaan? Want ja, ik heb weinig invloed, maar ik kan wel iets doen. Ik heb mijn oorspronkelijke inzet die ik in Tesla heb gedaan, die 1 euro, ja, die heb ik eruit gehaald. Dus die 3 euro's die ik gratis heb gekregen, die staan nog steeds op het schaakbord. Die zijn in gevecht. Pap, 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 pap. En misschien worden die, hopelijk, winnen die. En we zijn het uiteindelijk 6. Zou zo kunnen, hè? Maar mijn oorspronkelijke geld, dus mijn eigen geld, die heb ik teruggehaald. Dus ik speel nu eigenlijk met pionnen die ik gratis heb gekregen. En dat zijn er nog best wel veel. Want ik heb ze verviervoudigd. En ik ga ermee akkoord dat of dat ze omvallen. Dat zou heel pijnlijk zijn, hoop ik niet. Maar het zou zo kunnen. Hè? Maar ik denk dat Tesla in de aankomende 5 jaar wel meer waard gaat zijn dan het vandaag is. Maar ik zie ook dat we in een hele rare soort zeepbel-economie zitten. Die echt, ja, het is nog, het is heel moeilijk het schaakspel te overzien. Het is een beetje Go geworden, zoals Chinese Go, weet je. Dus ja, ik heb wat Tesla-aandelen verkocht. En dat geld wat ik nu heb, mijn oorspronkelijke inzet, ga ik nu kijken van, hé, welk spel kan ik daar nu mee gaan spelen? Misschien wel het Cardano-spel. Of, het is trouwens geen echt spel, hè? Niet gaan zoeken, hè? Cardano, hebben die een spel? Ik bedoel, investeren in Cardano. Of misschien wel weer Bitcoin, weet je? Dat is trouwens wel een leuke, als we het over schaken hebben, is dat ik had een paar Bitcoins verkocht om Tesla-aandelen te kopen. Maar nu achteraf gezien, was dat geen goede zet. Want Tesla is met 400% gestegen. Maar als ik die bitcoins had aangehouden, had ik 600% rendement. Ja? Ik heb nog steeds bitcoins hoor. Meerdere deels, zelfs nog. Maar ik had er een paar verkocht om Tesla aandelen te kopen. maar als ik dat niet had gedaan, dus als ik gewoon was blijven staan op het schaakbord, had ik meer winst gehad. Grappig hè? Anyway, hou die schaakmetafoor even vast. Hè? Als je kijkt nu naar de wereld, naar China, Taiwan, Amerika, Rusland, al die landen. Hè? Maar vooral even in ons geval, mijn vriendin en ik, China en Taiwan. Dan zien we daar best wel wat frictie onder staan. Hè? Je ziet dat de tension op het schaakbord neemt toe. Hè? Aardig gevecht is daar going on. En je weet het misschien, Taiwan zegt dat Taiwan zelf een land is. Niet Thailand, hè, maar Taiwan. Die zegt dat het een onafhankelijk land is. En China zegt, nee, lul niet, jullie horen bij ons. En niet zeiken, je bent niet afhankelijk, onafhankelijk, je bent van ons. Kijk hoe de Chinezen omgaan met Hongkong. Kijk hoe de Chinezen omgaan met de Oeigoeren. En dat is de moslimgemeenschap in China, in West-China. Nou, die zitten allemaal in kampen en weet ik wat, echt triest voor woorden. Weet je wat ik nog triester vind trouwens? Is dat het Midden-Oosten, Iran, Saoedi-Arabië, Turkije en zo, geen hulp bieden aan de moslims daar. Je hoort ze allemaal roeptoeteren over het Westen. He, over hoe wij moslims behandelen. Maar er gaat echt iets mis daar nu in China met de moslimgemeenschap. En wat doet Erdogan? Die heeft een deal gesloten met de Chinezen om de Oeigoeren die gevlucht zijn uit China, dus de moslims, naar Turkije weer terug te sturen. Ja, dat is toch verschrikkelijk schaakspel. Dat is toch verschrikkelijk. En dan noemt Erdogan, die noemt Nederland een fascistisch land. Anyway, mijn vriendin is Taiwanese. Ja. Die mag in Nederland blijven. Zij is een buitenlander met een visum. Voor onbepaalde tijd mag ze hier blijven, dus voor altijd. Maar ze is nog steeds een Taiwanese. En de Chinezen en Taiwanese hebben die frictie, hè, wat ik net zei. En dat zint me niet. Vooral niet hoe ik zie hoe die Oeigoeren nu worden behandeld. En laten we even, we gaan even schaken. Hè? We gaan even een paar stappen vooruit denken. Stel dat China, de communistische partij, Taiwan annexeert. Dus inneemt. Hè? Dan zijn we gewoon een democratisch land is kwijt. Nou, heel veel hijsa. Maar dat heeft invloed hier in Nederland. Want waarom? Mijn vriendin is nog steeds Taiwanese op haar paspoort. Geen Nederlander. Zij is Taiwanese. En als die Chinezen dan tegen Rutte zeggen van, hey, dat meisje, ja, zij is wel Taiwanese, maar zij is nu gewoon Chinees. En wij willen dat die terugkomen. Ja? En anders krijg je geen pakketjes meer uit AliExpress. Nou, jongen, dan is Rutte zo om. Dat weet ik zeker. En dan heb ik geen vriendin meer. Sterker nog, misschien gaat mijn meisje wel een kamp in. Je weet het niet, hè? Dus ik zeg tegen mijn vriendin, is het niet verstandig om te kijken of jij Nederlander kan worden. Dus echt een Nederlands paspoort zoals jij en ik, weet je? Het probleem is echter, als je Nederlander wordt,
Met je paspoort, wat zij gewoon mag worden trouwens. Maar dat hebben we nooit gedaan. Omdat je moet dan je oude paspoort inleveren. Dus je Taiwanese paspoort moet je eigenlijk doormidden scheuren. En dan ben je Nederlander. Het probleem is echt is dat, stel dat ik kom te overlijden, ja, hier in Nederland. Dan zal mijn vriendin zo teruggaan naar Taiwan. Zij is hier echt, ja, omdat ze jullie te gek vindt en Nederland ook leuk vindt. Maar voornamelijk is ze hier om mij. Dat is echt bijzonder dat ze zoveel heeft opgeofferd. Haar hele familie heeft achterlaten om met een manks geminkel te zijn. Dat is insane. Duimpje omhoog voor mij. Maar goed, Nederlander wordt, Nederlands paspoort, en niet meer Taiwanese is, en ik kom te overlijden, kan zij niet meer terug naar Taiwan. Want zij is net als jij en ik, gewoon een Nederlander, snap je? Dus daarvoor hebben wij altijd dat Taiwanese paspoort willen behouden. Maar nu zitten wij zitten een beetje schaakmat. Want je wil niet dat Oeigoeren verhaal over haar heen krijgen, weet je? Goddammit. Maar toen kwamen we erachter, en daar heb ik al een keer een video over gemaakt, dat je kan alleen je oorspronkelijke paspoort verbranden als dat land waar je vandaan komt erkend wordt als een land. Voel je hem aankomen? Nederland erkent Taiwan niet als land. Dus ze kan haar paspoort niet verknippen van waar ze vandaan komt. Maar ze krijgt wel een Nederlands paspoort. Toen wij daarachter kwamen, dacht ik, kijk, wij zijn kleine pionnetjes, maar we hebben ons gemanoeuvreerd op het schaakbord. Net als die Tesla-aandelen van een jaar geleden. En we staan er gunstig voor. Kom maar op. Dus wij naar de gemeente. Dat is een half jaar geleden. Toen kregen we, ja, moesten we €900 betalen voor leges. En die zeiden eigenlijk, nou, je krijgt over een tijdje krijgen een brief van de IND. Ja, en die gaat vertellen, ja, of je Nederlander mag worden. Spannend, hè? Dus wij zitten hier een half jaar op ons vingers te kauwen. In die lockdown, helemaal zenuwachtig. Van wanneer komt die brief van de IND? Wanneer komt die brief? Nou, we kregen een brief. Daar stond in, kan even duren, want corona. Goddammit. Maar we hebben die brief gehad. Vorige maand. En daar stond letterlijk in, Zijne Majesteit de Koning, oftewel Prins Willem, Prins Pils heeft goedgekeurd dat je meisje in Nederland mag blijven. Ze mag Nederlander worden. We hebben haar gecheckt met Interpol. Ze is wel een keertje door het rood gereden in Taiwan en heeft 3 keer de bord niet leeg gegeten. Maar goed, ze heeft belasting betaald en genoeg de afgelopen 10 jaar. Vul dit papiertje even in. Verklaar hierbij dat je Nederlander wordt. Want normaal heb je dan een hele ceremonie en zo met de burgemeester. Maar door corona is dat niet. Dus hier heb je gewoon een papiertje. Vul het even in. Stuur het even op. Sturen wij je paspoort toe. Beste mensen. Dit is toch veel beter dan die Tesla-aandelen en Bitcoin, alles bij elkaar. Oh, ik krijg een kippenvel. Fucking schaakmat, jongens. Zo lekker gespeeld dit. Ik ben zo blij. En het moment dat zij Nederlander wordt, hier in de huiskamer, wat normaal nogmaals doe je er bij de ceremonie. Je hebt het gewoon hier in de huiskamer gedaan. Heb ik voor je gefilmd. Kijk even dit heugelijke moment, beste mensen. Kijk, dit is het papiertje, jongens. Dit is... Oh, er zitten allemaal vlekken op. Kijk dan. Hebben we de noedelsoep overheen gegooid per ongeluk. Nou, verklaring van verbondenheid. Ik, blablabla, bla, bla, naam. En dan deze tekst. Lin, deze moet je gewoon opnoemen. Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, blablabla, bla, bla, even tekenen en dan. En je bent Nederlander. Ben je er klaar voor? Ja. Je moet het eerst zeggen. Eerst even de tekst noemen, ja? Oké, wacht even, zo. Even kijken, hier, dit stukje. Dit moet jij uitspreken, want anders ben je geen nieuwe Nederlander, hè? Daar komt hij. Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden vrijheid en rechten respecteer en beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen. Dat verklaar en geloof ik. Beloof ik. Oh. Beloof ik. En beloof ik. Beloof ik. Wilhelmus. La 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 la. La 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 la. La la la. Even tekenen hier. Up, up, up. La 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 la. Na 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 na. Na na. Mooi, hè, jongens. Handtekening. Die tekst, jongen. Heb je getekend? Is dat je handtekening? Ja. Dat is wel schattig. Naam. Voornaam. Nee, is je achternaam. Nee. Ja. Is het Moeju? Of Lin? Ja, Lin. Lin, zo achternaam. Geboortedatum. 24. Wanneer ben je ook een jaar? Oh ja, 7. 82. Wow, ja, 82, hè? Geboorteplaats en geboorteland. Taoyuan. Taoyuan? Hoe schrijf je Taoyuan? Ja. Dat weet je wel, toch? T-A-O-U. Nee, wacht. Niet verkeerd. Nee, niet verkeerd schrijven, ja. Dan krijgen we weer een brief terug, wacht. Taoyuan. T-A-O, Griekse I, U-A-N. U-A-N. N. Slash?
Slash. Taiwan. Deze puntje toch? Nee, ja. Deze streepje, ja. Ja, streepje. Taiwan. Taiwanese. 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 Ja, EES erachter moet. Taiwanese. EES. Ja, laat maar zo, is goed zo. Zo, dan gaat hij in de envelop. Inderdaad. Waar gaat hij heen? Naar Nieuwegein. Gemeente Nieuwegein. Gemeente Nieuwegein. Moeten we kijken of we een postzegel hebben of niet? Nee. Oh nee, niet top. Ja, oké, okay. Appaté. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, daar gaan we. Even zee kijken, goed kijken. Zeevoorzien ja. Hier. Ja, ja. Hé, hey, je bent Nederlander. Ja. Ja. Goed dan. Dank u wel. Dat is makkelijk. Je bent nieuw in Nederlander. Hoe voelt het? Ja, je voelt prima. Voel je prima, ja? Geweldig. Gaan wij nu naar huis? Ja. Ga ik een broodje kaas voor jou maken? Ja. Kom, kom meisje. Ah, Nederlander van me. Hey.